dit werk is de laatste die ik heb gemaakt eigenlijk. En het is een werk gebaseerd op vorige werken die ik eerder gemaakt heb, ook hierop geëxposeerd, digitale beeldbewerking. En dit is een combinatie van een aantal van deze digitale werken. De titel is een troebel poeltje. Nou, je zou je kunnen voorstellen hoe troebel het is, want die man heeft een lepel. Dus het zou best soep kunnen zijn waar hij in zit. Maar het gaat er eigenlijk om dat ik zo'n hele grote reus die eigenlijk anders ontzettend opmerkelijk zou zijn hier neerzet, alsof hij vanzelfsprekend in die ruimte hoort. Zo vanzelfsprekend dat zelfs een meisje erop klautert om eraf te duiken. Er loopt hier in Leiden zo'n vrouw rond met zo'n hele roedel hondjes. Waarvan er in de kinderwagen heel groot had ze en eentje ook met zo'n karretje. En op een gegeven moment zie je dat en dan valt je op dat er veel meer zijn die zo'n karretje rondsjouwen. En daar heb ik ook een digitaal beeld van gemaakt. Maar langer over nadenken, denk ik, als je nou zo'n situatie hebt, hè, zo'n lamme hond die dan rondloopt in zo'n rolstoel. Dat is dan, wij als mens hebben daar medelijden mee en we gaan daar een apparaat voor bedenken. En vervolgens meten we dat ding aan en we zien die hond weer dartel rondhorsen. En dat, oh, wat zijn we gelukkig allemaal. Hè? Kijk, dit is de hond, wat hebben we goed gedaan. Totdat die hond verdwaalt en in het bos terechtkomt. En dan is hij dubbel gehandicapt, want hij is niet alleen lam aan zijn achterpoten. Maar hij heeft ook nog een soort onhandig ding wat achter alle takken en stenen blijft haken. Dus je kan je afvragen of in dit werk, of die goeddoenerij van ons, of die nou van de mens ten opzichte van dieren, of die nou zo alom tegenwoordig moet zijn en of dat altijd gepast is. Nou ja, dat is een tekening, voor een schets voor een eerder schilderij. Hans en Grietje die verdwaald zijn. Het idee van grote figuren en kleine figuren in schilderijen, dat is eigenlijk meer gekomen naar aanleiding van een paar teksten die ik gelezen heb over volksverhalen uit Midden-Europa, voordat de gebroeders Grimm ermee aan de slag gingen. Die zijn behoorlijk hard en gruwelijk. En ik kom er ook door denken dat als daar iemand groot is en die iemand ontmoet een groot iemand en die vertelt het door, dan hebben mensen een neiging dat te overdrijven. En drie keer doorvertellen en hij is van, in plaats van 2 meter is hij 3 meter. Nou, dit is dan, het is een lompe sul eigenlijk, gewoon een gevaarloze bullenbak die daar tussen de bosjes zit. Dit werk heb ik in 2012 gemaakt. Ik heb zo'n thema's die ik al heel lang iets mee doe, een zwemmer, een tuinman, dit is een tuinman. En dat schilderij dat kwam maar niet af, omdat ik eigenlijk hier, ik wilde de figuur eigenlijk hier naar iets laten kijken. Er heeft een slang gezeten, er heeft een vogeltje gezeten, er heeft een kikker gezeten. Ze zijn allemaal weer weggehaald. Want pas toen ik de lijst omzette, recentelijk, bleek dat het helemaal niet nodig was om de figuur ergens naar te laten kijken. De hele houding, zijn hele uitdrukking, de hele sfeer is eigenlijk al het onderwerp. Zij houdt hem een natte koude vis vast en ze kijkt hem zo aan met die vis ten opzichte van zijn geslacht. Allemaal suggestie. Maar het is een echtpaar wat een soort huwelijksconflictje heeft. Ja, dit werk is eigenlijk een omdraaiing van perspectief. Je ziet wel eens een hele grote vrouw en je ziet ook wel eens kleine mensen lopen. En als je ze dan op een bepaalde manier neerzet, dan weet je niet meer wat voor en achter is. Dus heb ik een vrouw gemaakt van 2 meter, een man van 1,50 meter en een paar kereltjes in de vuilnisbak van, wat zijn ze, een meter? De roedel. Nou, de roedel is eigenlijk een idee wat ontstaan is naar The Boys of Brazil. Ken je die film? Dat is een film uit de jaren 80, geloof ik. Het gaat over dat er in Brazilië een nazi-manipulator, medicus is die zaad heeft meegenomen van een van die grote nazi-bazen. En ik geloof inderdaad Hitler. En dat hij dan via inseminatie 12 jongens heeft gecreëerd die allemaal lijken op Hitler. Het is een hele geestig film hoor. Beetje grimmig geestig, ja. Maar ik dacht ook, ja, het is wel een mooi thema om zo'n vrouw die baby's moet mannen, in dit geval mannen inderdaad, hè,
Denk, ja, hoe doe je dat? Dan moet je toch een soort van verdediging hebben. Dus zij is dan, dan heb je een wolf, hè? Dat is ook zo'n, zo'n symbool voor Duitse weerbaarheid. Dus ik heb haar, heb ik haar een leider gemaakt van deze hele roedel. En die baby's zijn eigenlijk onderdeel van de roedel. En zij is zo krachtig dat ze die wolf onder controle heeft. Bij die schilderij, dat gaat over de, het spiegelen. Mensen die kijken in de spiegel. Ik ben Nicole Carvajal. Ik woon al 40 jaar in Nederland. Ik kom uit Chili oorspronkelijk. En ik heb de Rietveld Academie gedaan in Amsterdam. En ik heb een diploma van, een dagdiploma van. Ik heb animatie gedaan. En schilderen, tekenen. Dit werk gaat over de vrouw, zoals die gezien wordt door de ogen van een man. Ze is heel verleidelijk en heel appetijtelijk. Het is een odalisk die ligt op een bed, omringd met katten. En de vrouw heeft een hele saai gezicht. En die komt uit een schilderij uit de 17e eeuw, waar vrouwen verleidelijk ook waren, maar heel vromig keken. En haar lijf is ook ontleend van een andere kunstenaar. Die maakte hele wulpse voorstellingen van billen en andere vrouwenattributen. En om het minder appetijtelijk te maken, heb ik het paars geschilderd. Omdat het is net als met eten. Als je blauw of paars eten krijgt, dan vind je het niet lekker. Dus het is een vorm van afstoten en de mannen vertellen, kom er niet aan. Zoiets, dat is het. Ik maak beelden ik noem ze portretten, portretbustes. Dat is de traditie die waar het uitkomt. Ik werk dan niet naar de specifieke menselijkheid, naar het specifieke mens moet ik zeggen, maar naar een meer algemene mens. En ik probeer daar de beweging en de verandering in te laten zien. En daar een stukje tijd. En dat is waar ik me op gespecialiseerd heb de laatste 25 jaar. Bij deze tentoonstelling is het recente werk te zien. Het zijn vrouwenbeelden. Dat is voor mijn ontwikkeling een grote verandering. Ik had een tijd mannenbeelden gemaakt. En die maakten allemaal oorlog en ruzie en damesbeelden. Die gaat dus een heel andere kant wat er... wat daar opeens zichtbaar is. Ik gebruik afgietsels van lichamen waar ik als een stempel afdrukken mee maak in klei. En daar bouw ik composities mee op. Daar binnen staan dan een soort van glijvormen, structuren als van een bewogen foto. En ook murf gebeukte klei zit er nog altijd tussen. Ik vind die drie elementen bij elkaar een prachtige basis voor portretten te laten zien. Bij het begin van het maken van deze vrouwenbeelden was ik verbaasd over hoe seksspecifiek je kijkt. En bij mijn beelden kom je snel een soort van littekens tegen. Dat is inherent aan de manier van werken. En bij mannen zijn littekens bijvoorbeeld, maken ze stoere mannen. Maar bij vrouwen zijn littekens juist weer ziekte en bederf. Dat is een heel gek verschil en nou, dat vind ik heel interessant aan deze ontdekkingstocht binnen mijn beelden. Ja, ik moet iets vertellen over mijn werk. Dat vind ik nooit zo echt heel erg makkelijk. Dit werk is gemaakt gewoon op mijn iPhone. En per prentje ben ik ongeveer gemiddeld een kwartiertje à 20 minuten aan het werk. Niet langer, want dan heb ik het gevoel dat ik de spontane tijd kwijt ben van het maken van deze dingen. Het zijn eigenlijk gewoon collages gemaakt op een iPhone. Eigenlijk niet veel anders dan als je knipt of plakt. En ik heb in mijn iPhone dus heel veel fotowerk. Gewoon dingen die ik fotografeer, overfotografeer. En dat verwerk ik dan in meerdere apps. En dan voeg ik soms ook tekenwerk toe. En dan kom ik tot een eindresultaat. En als me dat bevalt, dan save ik het.
En dan in dit geval is het dan ook afgedrukt. Ik zet deze dingen ook op Instagram. Dus ze bestaan dus ook voor de hele wereld inmiddels. Ik heb op Instagram iets gepost en daar heb ik onder een tekst gezet, I am a room with many people. En ik ben dus niet een one-trick pony, dat ik me zeg maar vastbijt op één medium. Dus ik mag ook graag tekenen. En die tekeningen komen eigenlijk niet zoveel anders tot stand als de collages. Alleen, het wordt anders opgelost met andere middelen en met andere wetmatigheden van het tekenen. Ik gebruik meestal ook teksten. En die teksten zijn niet zozeer verklarend. Ze zijn niet noodzakelijk een sleutel tot de betekenis van die tekening. Maar meestal wel een sleutel tot de energie van de tekeningen. Dus vaak als ik nog niet de juiste tekst heb bij de tekening, dan komt die tekening eigenlijk nog niet tot stand. Die tekst moet er zijn voordat ik kan beginnen met die tekening. Ik ben iemand die altijd met heel veel dingen tegelijk bezig is. Dus soms heb ik 15 tekeningen waar ik aan werk. En dan in de loop van de tijd van raken ze af. Meestal komen mijn dingen in flows. Dus niet, het zijn niet één of twee dingen. Het zijn meestal soms gewoon 50 dingen. Weet je? Het gaat heel goed tegelijk. Ik wil niet zeggen dat ze dan ook allemaal overleven. Verre van dat. Maar meestal werkt het zo. Nou, het zijn ook dingen die ik vind op het web. Of mensen die ik gezien heb. Of mensen die ik zelf gefotografeerd heb. Maar ja, op het web vind je natuurlijk heel veel. Heel veel mensen fotograferen zichzelf. Selfies. In allerlei hoedanigheden, ook op allerlei websites. Ook met allerlei bedoelingen. En ik zie soms gewoon echt hele interessante figuren, houdingen, bewegingen, intenties. Die gebruik ik. Meestal zie ik iets en dan ben ik getroffen. En dan krijg ik een idee. En meestal heeft dat niets uitstaande met hetgene wat de persoon in kwestie ermee bedoelt. Maar ik zet het dus meestal in een andere context. Ik krijg er een gevoel en een idee bij. En meestal plaats ik het dus ergens heel ergens anders. Licht in het hoofd is een titel waar Rob Steenhorst mee kwam. En wat ik vermoed, wat hij ermee bedoelt. Helemaal kan ik dat natuurlijk niet weten. Maar is dat wij alle vier wel heel erg werken vanuit een soort mentale verbeelding. En dat we allemaal ook best een behoorlijke portie van fantasie hebben. En dat we ook niet zozeer aan de realiteit hangen zoals die ons allemaal voordoet. En dat we die ook wel behoorlijk naar onze hand kunnen zetten.